goed. We are here to support. Te veel is te veel. Ik doe nog niet wat. Ja, super. Maar kan somebody even hear me? Can you hear? Ja. Maar at least we are here. Wat doen wij hier vandaag? We zijn hier om te sterken voor de government, voor ons te respecteren. We doen vier dan hun patat op te geven. Of ja, te beleren. Allee. We doen heel veel administratie op Zikopo. It's not big at all. Als je de kees, dat is Belgisch grootste hartelijk voor kaderpersoneel. Goedemorgen allemaal. Het doet deugd aan mijn hart dat hier zoveel volk vandaag is in deze weersomstandigheden. Een applausje voor jullie zelf. Dus dat ze dit initiatief hebben genomen. En natuurlijk gingen wij ons daarbij aansluiten. Als vakbond die het opneemt voor het personeel in de kinderopvang. Maar als het personeel het goed heeft, dan geeft de straat dat ook af op de directie van de straat. Wij hebben samen in het consortium een 7-puntenplan opgesteld. 3 daarvan zijn al een aantal keren genoemd, maar zijn het ACV-punt toch wel superbelangrijk. Wij vinden dat de werkelijkheid veel te hoog is. Dat er veel te veel kinderen per kinderbegeleider moeten geholpen worden. Dus er moet iets aan die normen gebeuren. Er moet meer personeel komen, er moet iets aan die normen veranderen. Dat is punt 1. Als jullie dat ook vinden, laat u een keer horen. Is noem naar rechten. We zien nu dat collega's onder elkaar toch een verschillend loon hebben. We willen dat uit de wereld. Er moet een harmonisatie komen. Er moet een loon naar rechten zijn. Iedereen moet gelijk behandeld worden. Vinden jullie dat ook? Er is een veel te groot verschil in soorten subsidies. De subsidietrappen. Directies ondervinden daar nadeel van, maar jullie uiteindelijk ook als personeel. En zoals ik zei, het respect voor onze kinderen die recht hebben op een goede verzorging, en op een fysieke en mentale veiligheid. Het respect voor onze ouders die het kostbaarste bezit aan ons toevertrouwen. En gaan door tot de waardering is die we verdienen. Al jaren, al zoveel jaren, worden er beslissingen boven onze hoofden genomen. En krijgen we alsmaar minder mensen, middelen en mandaten. Hoe vaak zijn we al niet op het rode stoeltje gezet geweest? Hoe vaak zijn we al niet met negatieve berichten in de media gekomen? Hoe vaak zijn we al niet allemaal over dezelfde tong geschoren? Ja, mam, vertel een keer. So guys, the staking is finished. We are going back to Gerrit. And at least we came. We came to present. So, came to support. We need respect. We need more pay. And the children are too much for us. Sometimes we are depressed, but we cannot stay. Anyway, we are here and we are happy to do that. Mwah! Have a nice day.